Hallo allemaal, Lars Daniels hier van Perswijn. Ik voel me weer een beetje mens nu ik naar de kapper ben geweest. Dus dat is lekker en het was ook weer hoog tijd om een filmpje te maken. Het gaat dit keer over Duitse wijnen. Duitsland met uitzondering van Riesling en Chardonnay, omdat die in andere thema's veel aan bod kwamen. Dat is het thema van deze keer. Dus dan gaat het vooral over wijnen van Weißburgunder, Grauburgunder, Silvaner, maar ook een heleboel andere rassen. Duitsland heeft een behoorlijke diversiteit, zeker als het gaat om witte druivenrassen. Dat kunnen dus oude, klassieke druivenrassen zijn, zoals Silvaner en de Pinots. Maar ook Nooitzüchtungen, dus kruisingen op basis van Vitis vinifera, dus de Eurasiatische wijndruiven. Maar ook hybride of zogenaamde Piwis, pilswiderstandsfähige reepsorten. Die zijn gekruist onder andere ook om wat beter tegen schimmels te kunnen. Dus die hebben vaak wat Amerikaans of Aziatisch druivenaandeel in de zeer complexe kruisingen tegenwoordig. Laten we meteen met zo'n kruising, zo'n Nooitzüchtung beginnen. Alhoewel Nooi, de Scheurebe, daar gaat het over. Deze komt van Stepp en dat zit in Bad Dürkheim in de Pfalz. Die Scheurebe is al in 1916 gekruist door Georg Scheu. Staat ook bekend als Semling 88, omdat het de 88ste zaailinie is geweest die uiteindelijk die Scheurebe heeft gegeven. Het is een kruising uit Riesling en Bouquettrauben. En Bouquettrauben is een hele aromatische druivenras dat je ook nog wel in Zuid-Afrika tegenkomt, bijvoorbeeld bij Cederberg. En dat is op zijn beurt weer een kruising uit Silvaner en Trollinger, dus een blauwe druivenrode druif. Scheurebe kan nogal Sauvignon Blanc-achtig ruiken met van dat groene fruit en een beetje kruisbes en een beetje grassig. Maar deze van Stepp is helemaal niet groen. Dat is eerder aan de mooie rijpe kant met tropisch fruit en mango, wat appel. En de smaak is heel sappig en rond, een beetje zoutig zelfs. Het heeft echt wel een beetje structuur en lengte. Het is heel smaakvol gras. En dat kost €11,50 bij wijnkoperij Europa. En dat zijn de winkels van importeur Karakter Wijnimport tegenwoordig in Amsterdam. Ze hebben er twee, geloof ik nu. Al deze wijnen zijn trouwens onder de €15. Gewoon om even aan te geven dat Duitsland ook onder de €15 op heel betaalbaar niveau hele goede wijnen maakt natuurlijk. Van Scheurebe gaan we naar een heel klassiek ras, dat het een beetje ouder aandeel is van Scheurebe, Silvaner. Deze komt van Schwedhelm en die komt uit het Zellertal. Het Zellertal vormt zo'n beetje de overgang van Rijn-Hessen naar de Pfalz. Het is een vrij koel dal, omdat er nogal wat Atlantische lucht door kan komen tussen de Hunsrück en het Pfälzerwald Rijn-Hessen in. Een heel leuke producent. Ik heb hier ooit een fles van meegekregen in een vinotheek in Neustadt, meen ik. Toen leerde ik het kennen en tegenwoordig wordt het gedaan door Winterbergwijnen. Het kost €11,95. Superlekkere Silvaner. Er staat natuurlijk heel veel Silvaner in Franken. Daar staat het echt op de beste plekken. Maar nog meer Silvaner staat in Rijn-Hessen. Daar is het misschien een beetje misbruikt voor goedkope, simpele wijntjes vroeger. Maar tegenwoordig niet meer. Het kan echt lekkere wijnen opleveren die voor een heleboel mensen gewoon gemakkelijker zijn, beter te drinken dan Riesling. Riesling is veel uitdagender met zijn zuren en zijn extract. Dit heeft groen en geel fruit, klein beetje peper, specerijen. Goed fruit, zuren, bitters. Echt een mooie, mooie wijn voor €11,95. Dus bij Winterbergwijnen, bij Marco Winterberg. En dan gaan we naar Weißburgunder. De aanplant Silvaner is de laatste 20 jaar behoorlijk teruggelopen. En Weißburgunder daarentegen is de aanplant behoorlijk toegenomen. Het is een hele populaire druif in Duitsland en deze komt van een absolute specialist. Het wijngoed Bergdolt, officieel Bergdolt Sankt Lamprecht. Caroline Bergdolt die voert het bedrijf tegenwoordig. En de wijngaarden liggen bij Kierweiler en Dudweiler. Liggen wat meer in de vlakte richting de Rijn, niet op de hellingen van het Pfälzerwald. De bodems zijn daar wat dieper, hebben wat meer lus- en kalkaandeel. En daar houden we die boerendersorten van, ook Weißburgunder. Die moeten een beetje wat meer diepere bodems hebben, wat nattere voetjes als het ware. Ja, dan krijg je een prachtig, fris, loepzuiver exemplaar.
Het zit een beetje, Weißburgunder en Sylvana zitten elkaar qua smaak misschien een beetje in de weg. En dat is eigenlijk jammer. Maar je kunt in ieder geval in het, laten we zeggen, fruitige, sappige, vrij ronde witte wijntype kun je in Duitsland ontzettend veel vinden. Zoals ook deze Weißburgunder Mineraal. Wordt verkocht door wijnkoperij Van Paasen in categorie 6. Dus dat zit ook onder de 15 euro. Wat heb ik opgeschreven? 14,99 kost het zelfs. Het zit er net onder. Loepzuiver, wit fruit, een beetje kamille. Echt een hele aantrekkelijke geur. De smaak is mooi strak. Genoeg sap, een fijne structuur en goed droog. En dat is ook heel belangrijk. Daaruit kun je afleiden dat ze gewoon echt goede druiven hebben. Dan gaan we naar het Aardal. Het Aardal dat we vooral kennen natuurlijk van rode wijn, van de druif Spätburgunder. Maar van Spätburgunder kun je natuurlijk ook witte wijn maken als je de schilletjes niet mee laat gisten. Dus als je gewoon de hele trossen perst op een lage druk. En dan krijg je een zogenaamde Blanc de Noir. Deze komt van Weingut Burggarten in Heppingen zit dat. Dat is het meer oostelijke deel van het Aardal. Tegen de landskronen aan, een oude gedoofde vulkaan. Ontzettend lekkere wijn dit. Kijk, het Aardal staat bekend om zijn rode wijnen nogmaals van Spätburgunder. Maar zo'n dal wat ook redelijk toeristisch is, heeft natuurlijk ook behoefte aan witte wijnen. En dan is dit een hele goede optie. Wordt natuurlijk vaak gemaakt van de minder goede wijngaarden of de jongere stokken. Maar het levert hele lekkere witte wijn op. Het heeft best wel inhoud dit hoor. Mooi zuiver, rode appel. Persik, een beetje kruidig. Het is vol, maar fris. Hele goede zuren vond ik. 2019 is dan toch echt wel een mooi jaar. Best wel een spannende wijn. Mooi gedaan. Weingut Burggarten. Dat wordt verkocht door Ovino. Voor 14,95. Ja, en dan naar de laatste wijn van de serie. Een wijn van Grauburgunder. Grauburgunder is nog meer toegenomen in aanplant dan Weißburgunder de laatste jaren. Erg populair. En de plek voor Grauburgunder is natuurlijk Baden, het zuidwesten van Duitsland. Deze komt van Arndt Köbelin. Dat is een wijngoed dat ligt in Eichstätten am Kaiserstuhl. Dus ja, een beetje in het oostelijke gedeelte van dat vulkanische gebergte tussen de Vogesen en het Zwarte Woud in. Hele bijzondere plek. Vulkanische gesteenten met daarbovenop dikke lustbodem. Soms geweldig voor allerlei Burgunder soorten. Dus Weißburgunder, Grauburgunder, maar ook Spätburgunder. Beetje ananas, kweepier, kruidig. Het is echt een fraaie geur, vond ik. Het is mooi vol. Het heeft dat zoete fruit. Maar het heeft ook fijne bitters, genoeg zuren. En het heeft echt beduidende lengte. Het is echt een heel knappe Grauburgunder op dit prijsniveau. Want dit zit ook in categorie 6. Dus tussen de 12,5 en 15 euro. Verkocht door Vinites. Nou, een leuke serie. 5 heel verschillende wijnen. De diversiteit van de Duitse witte wijnen. En het kwalitatieve niveau. Heel goed aantoon, denk ik. Proost!